Welkom bij mijn eerste vlog. Vloggen is eigenlijk niet echt mijn ding. Ik ga er ook geen gewoonte van maken of wat dan ook. Maar omdat ik de laatste tijd zo ontzettend veel vragen krijg. Hey Evelyn, je schaats nu niet. Wat ben je nu wel aan het doen? Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Ik ben letterlijk aan het wachten op ziekenhuisafspraken. En ik ga jullie de komende tijd een klein beetje meenemen in hoe mijn leven er nu uitziet. Dus ik ga er zeker geen gewoonte van maken om te vloggen, maar een paar video's komen wel online. Veel plezier! Het is nu dinsdagochtend, rond een uurtje of 9 à 10. En we gaan zo onderweg naar het ziekenhuis. Ik ga mijn tante meenemen, want het is toch niet echt fijn om alleen naar het ziekenhuis te gaan. En wat we daar precies gaan doen, we gaan een CT-scan uitvoeren bij het hart. Dus dan gooien ze een bepaald vloeistofje erin en dan gaan we even kijken wat het doet. En dat zal ik straks wel even jullie laten zien hoe dat in zijn werk gaat. En Evelyn, wat ga je doen vandaag? Vandaag gaan we een CT-scan maken van mijn hart. En dan gaan we even kijken wat er daar uitkomt. Oké. Ja. Nou, let's go. Let's go. We zijn aangekomen in het ziekenhuis. We hebben net even de auto geparkeerd. En we lopen zo meteen het ziekenhuis in. We moeten een bepaalde route volgen die ons brengt naar onze bestemming van vandaag. We hebben net even geprikt en nu hebben we een heel leuk dingetje aan ons arm zitten. Wat straks wat spul in wordt gedaan en dan kunnen we allemaal dingetjes zien. We hebben net de scan gehad en we gaan nu naar beneden. We moeten eigenlijk omhoog met de lift, maar we gaan nu even naar beneden. We gaan nog even langs cardiologie om eerder een afspraak proberen te regelen. We hebben even een ontbijtje gehaald, want we hebben nog niet gegeten. Dat gaan we nu even lekker opeten. We zijn weer terug naar huis gereden van het AMC Amsterdam. We zijn nu weer thuis. Helaas heb ik de afspraak niet kunnen verzetten. Dus ik zou tot 16 januari moeten wachten tot uitslagen. En hopelijk weten we dan iets meer hoe het ervoor staat. En hopelijk kan ik maar snel weer terug op die schaatsen gaan. Voor nu verandert de situatie helaas nog niet. De ene dag doe ik wel sporten, de andere niet. Het ligt aan hoe ik me voel. Met deze video wil ik jullie een klein beetje laten weten hoe mijn leven er nu aan toe gaat. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Mochten jullie meer filmpjes willen, laat het dan zeker weten. En voor nu even tot de volgende keer.